Nieuwe thematas. En deze keer gaat de thematas over de lente. Kijken jullie mee? Wat zit er dit keer in de thematas? Een boekje over lentekriebels. Woordkaarten die jullie zelf mogen inkleuren. Een praatplaat. En een leuke opdracht om samen te gaan doen. Kijk goed naar de praatplaat. Wat zie jij allemaal? Ik zie bijvoorbeeld... Hé, kijk hier. Een hond die slaapt. En ik zie... Een tractor in het weiland. En ik zie... Oh, ja, ik zie kippen. Die zijn aan het eten. Wat zie jij nog meer allemaal? Vertel maar eens tegen papa of mama of opa of oma. Luister goed naar de woorden. Zeg ze op en kleur ze in. Het lammetje. Het kalfje. Het biggetje. Het veulentje. Het kuiken. Het sneeuwklokje. De narcis, de tulp, de blauwe druif, de hyacint, de krokus, de bol, de bloemen, de vlinder, de wei, de bij, het nest, de vogel, de regenboog, de rups, bloeien, groeien, de kip, de haan, het schaap, het paard, de koe. Bij deze opdracht mogen papa en mama helpen. Mama zegt bijvoorbeeld, kleur de kip. Waar is de kip? Kleur de kip. Nu mag je de vlinder kleuren. Zoek de vlinder en kleur hem in. Nu gaan we iets leuks doen. Hier leer je dat deze zaadjes echt gaan groeien. Hiervoor heb je nodig een bekertje die jullie zelf mogen versieren. Nu is hij nog heel saai. Hierin zit zand en we hebben zaadjes. Bij dit zand moet je water doen, ongeveer 60 milliliter. Je kunnen papa en mama wel bij helpen. Dan worden deze blokjes, die nu nog helemaal hard zijn, wordt zand. En dan ga je de zaadjes erin doen, in het zand. Dan moet je ongeveer een paar dagen, een week wachten en hou het goed in de gaten, want dan gaat het groeien en komen er sprietjes uit. Veel plezier en maak een foto, dan kan ik het ook zien.